In Sluis, het is nu 11 uur. We zijn al eerst naar Oostbrug gereden. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we dinsdag en vandaag gaan we naar Sluis. Het is kokosvakantie voor mijn mama. En ik heb vrij afgenomen. Dit was de print van gisteren. En dit is de print van vandaag. En mevrouw maakt pizza. Wel jammer dat het ereltje niet meer is. Gisteren ben ik begonnen in het nieuwe boek. Ik geef de zon. En tot nu is het, toe is het echt gewoon prachtig. Nou, in Sluis. Het is nu 11 uur. We zijn al eerst naar Oostbrug gereden voor de Albert Heijn. Ik heb superveel vegetarisch vlees gekocht. Vandaar doe ik nog een boodschappenhol over. Wat gewinkeld in Sluis. Mijn mama zit al in de auto en ik ga vlug even naar de Jumbo. Want die is er op een paar meter van onze auto. Ik vind dat echt zalig dat ze met van die dingetjes vegetarisch vlees aanprijzen. Het is nu 3 uur en we zijn terug thuis. En ik ga straks een paar hauls filmen van boodschappen en dingen die ik heb gekocht in Sluis. Ik moet ook spelen, want ik ben pomp af. Hallo, ik kwam terug van Sluis en ik was echt dood op. Ik kan jullie nu zeggen, ik weet niet hoe het komt. En ik wist ook echt niet hoe het kwam. Ik stapte uit de auto en ik was echt gewoon dood. Maar nu weet ik het wel. Ik zit in mijn tijd van de maand en ik denk dat ik een ijzertekort heb op dit moment. Maar gelukkig heb ik pilletjes mee uit Nederland, uit Sluis, om... voor ijzer en B12. Dus, mijn ijzerlevel gaat hopelijk terug door het dak gaan. Ik heb dat wel vaker gepakt. Zeker als ik bloed wil geven. Maar nu kan ik geen bloed geven omdat ik te veel vermager om bloed te geven. Wat dat eigenlijk een goed ding is. Maar de Rode Kruis vindt blijkbaar van niet. Dus. En ik heb een ballon gekocht in de Action. Omdat ik 4000, ondertussen nog iets meer fans heb op TikTok. En ik wou dat vieren met een kleine ballon. Tijd voor mijn dagelijkse plank. En tijdens het kijken naar Blind Getrouwd heb ik deze knotten in gedaan. Ik weet niet of dat ik zo... leuk vind.
Maar mijn haar is uit mijn gezicht en dat is hetgeen wat telt. Want als er één iets is waar ik niet tegen kan, is het wel haar in mijn gezicht. Hey, bedankt voor het kijken. Ik ga nu slapen, dus tot morgen. Doedels!